Klap, klap, blik, wakker worden, wakker worden, wakker worden. Hallo? Wat? Ik was toch lekker aan het slapen? Hi, Mick. Professor, waarom klink je zo raar? Nou, ik moest gewoon een paar keer hoesten en nu klink ik weer een beetje anders. Je hebt echt al die tijd niet gehoest, waardoor je zo raar klonk? Ja, precies. Dit is eigenlijk je stem? Dit is eigenlijk mijn stem. Wat? Hè? Oké, dat is heel erg raar. Kom je daarom naar mijn slaapkamer toe? Nee, tuurlijk niet. Ik heb iets veel leukers. Oh, wat heb je dan? Kom maar mee, kom maar mee. Oké, ik kom mee. Wat is het in mijn eigen huis of... Waarom? Ja, natuurlijk. Want, kijk eraan. Je hebt iets in mijn... Hé, wat heb je in mijn huis gebouwd? Waar is mijn grote tafel? Je grote tafel is weg. Waarom zou je dat doen? Zodat we hier een leuke wedstrijd kunnen houden. Waarom in mijn huis? Wat is dit? Je hebt mijn hele woonkamer... Nee, mijn hele verdieping heb je verbouwd. Naar een of andere tekenwedstrijd lijkt het wel op. Er was geen andere plek en ik hou zoveel van tekenen. Dus ik dacht, nee, we doen het lekker hier. Want de middelste verdieping was toch gigantisch lelijk. Je vindt mijn grote tafel lelijk? Ik vond het mooiste van mijn huis. Mick. Iedereen in heel Kleurstad vindt die tafel het allerlelijkste van heel Kleurstad. Nou, ik vind jouw nieuwe stem lelijk. En dat mag. Nee, dat was een grapje. Dat was heel gemeen. Het spijt me. Ja, het was wel een beetje gemeen, maar dat maakt niet uit. Oké, okay, maar je wilt dus een tekenwedstrijd doen, neem ik aan, met de pro, noob, Gion en ik. Oké, ja, precies. Ga je het wel allemaal fixen zoals we die tekenwedstrijd hebben gedaan, dat het weer normaal is, alsjeblieft? Nee, ik zal erover nadenken, oké? Okay? Oké, okay, maar valt er ook iets te winnen bij die tekenwedstrijd, want ik... 5 diamonds! 5 diamonds? En die betaal Precies. jij? Ja, tuurlijk. Oh, oké, oké. Nou, nu vind ik het opeens een fantastisch idee, professor. Nou, kijk eens aan, dat lijkt er weer op. En, dit is niet zomaar een tekenwedstrijd. Oké, okay, wat dan? Er komt wel wat bij kijken, het is een speciale tekenwedstrijd. Oh, oké, okay, een speciale tekenwedstrijd. Hoe kan een tekenwedstrijd nou speciaal zijn? Je tekent toch gewoon? Ja, dat zou je zeggen, hè? Maar wat je dus moet doen, is we gaan 3 verschillende categorieën tekenen, net zoals de vorige keer. Mm. Maar deze keer is het allemaal in 1 kleur. In 1 kleur, oké. Okay. In 1 kleur. Hé, professor, jij houdt eigenlijk wel heel veel van schilderen, ben ik achtergekomen. Waarom denk je dat al die vlekken op mijn lapjas zitten? Ik dacht van projecten die fout gingen of zo. Nee, ik hou gewoon van schilderen. Oh, oké. Okay. Ik neem aan dat ik de rest moet halen, anders wordt dit een makkelijke wedstrijd. Precies, doe maar. Ik mag hier wel. Oké, okay, is goed. Oké, okay, nou laat ik maar iedereen gevraagd voor deze tekenwedstrijd. Want 5 diamonds winnen, dat is wel iets wat ik wil. Ik heb namelijk wel wat meer diamonds nodig. En in 1 kleur tekenen, dat is misschien wel mijn specialiteit. Dus dit gaat helemaal goed komen, hoop ik dan tenminste. Oké, okay, laten we eerst de noob uitnodigen. Want van hem kan ik sowieso wel winnen, denk ik dan tenminste. Hij heet letterlijk noob. Klap, klap, noob, hallo. Oh, Mick, ik ben achter in de tuin bij mijn schuur bezig. Ben je achter in de tuin bij je schuur bezig? Ja, ik was mijn deur even aan het sorteren, even mooi maken. Hoe is het? Het is heel goed met mij. Ik wil je uitnodigen voor een tekenwedstrijd. En je kan 5 diamonds winnen. Doe je mee? Ik wil eigenlijk dicht. Ik denk dat de professor die organiseert het, die zal ook wel dirt kunnen betalen als jij wint. Oh, wacht. Ik weet zeker dat ik wel met diamonds wel wat dirt kan kopen. Dus dat is eigenlijk wel een goed idee. Ik ga wel meedoen, ja. Ja, oké. Okay, nou, ik ga winnen ook, hoor. Ja, oké. Okay, nou, loop maar mee. Zullen we samen even Gio en de pro dan ook gelijk vragen? Anders wordt het wel een hele makkelijke wedstrijd. Ja, maar als we met z'n tweeën zijn, dan hebben we meer kans om te winnen. Dat is zeker waar. Maar de professor die organiseert het en die wil dat iedereen meedoet. Dus okay, ja. Oké, ja, dan gaan we Gio vragen. Giel, je deur staat open. Kan je hem al horen dan? Ja, kom maar binnen. Ik was net even aan het eten, maar... Giel, je kan diamonds winnen. Diamonds? Diamonds? Ja, waar, dat is het enige wat ik moet zeggen. Ik heb bijna geen diamonds meer. Ik moet diamonds hebben. We gaan een tekenwedstrijd doen. En de professor, die geeft 5 diamonds als je het beste kan tekenen. Oké, okay, nou, jullie gaan niet makkelijk kunnen winnen. Want kijk maar eens even naar mijn masterpieces hier aan de muur. Wow. Ja, alleen er is wel één regel bij die tekenwedstrijd. Dus. Oh, maar die vertelt de professor straks wel. Laten we eerst even de pro gaan halen. Ja, dat gaat de professor straks vertellen. Anders moet ik het 6 keer uitleggen. Oké, ik ga zwemmen naar de pro. Ga jij maar zwemmen. Dan word je wel nat. Ja, maakt niet uit. Ik heb en ik ben toch sneller met de brug. Kijk maar. Giel is slow. Nee, ik wil niet verliezen. Je hebt al lang verloren. Klop, klop, pro-speler. Hallo? Pro, ai. Hallo. Er is een tekenwedstrijd en je kan 5 diamonds winnen. Nou, jij houdt echt van tekenen. Ik doe mee. Oké, okay. We moeten gewoon naar mijn huis, want de professor die heeft besloten dat de tekenwedstrijd in mijn huis is zonder te vragen. Maar weet je, omdat we 5 diamonds kunnen winnen, werd ik er eigenlijk niet zo boos om. Maar jullie moeten niet zomaar dingen in mijn huis, zeg maar, gaan bouwen, oké? Okay? Nee, dat zou ik alleen maar doen als ik 5 diamonds heb. Ja, okay, en ja, als precies. Ik heel mooie dicht heb, dat mag het wel, toch? Noep, jij mag nooit iets in mijn huis bouwen, oké? Okay? Ik ga een kamer bouwen in Noep, jouw ik huis. Zet je gewoon in de gevangenis als je dat doet. Nee, dat wil ik niet meer, dan zal ik het niet doen. Goed zo, oké. Okay. Volgens mij moeten we gewoon naar de middelste kamer, dat kan hier.
via deze trap. Wat een handig huis heb ik, hè, jongens. Wat een mooie trap is het ook. Oké, als het goed is, zit de professor daar. En die gaat het dan uitleggen. Want het is een speciale tekenwedstrijd. Wat is er gebeurd hier? De professor heeft goede voorbereiding gedaan. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Ja, professor. Ik denk dat je het nog één keer moet uitleggen aan hun drie. Want die hebben het nog niet gehoord. Uitleggen. Nee, dat zal ik doen. Oké, dus het idee is om dadelijk 3 rondes met 3 verschillende onderwerpen te gaan tekenen. Maar je mag maar 1 kleur gebruiken voor elk stukje dat jullie gaan tekenen. Oké. En mag je wel meerdere kleuren gebruiken? Of ik bedoel, elk onderwerp een andere kleur? Of moet het echt de hele tijd dezelfde? Elk onderwerp mag je een andere kleur gebruiken. Maar voor elk onderwerp dus maar 1 kleur. Maar je mag dus uiteindelijk 3 verschillende kleuren gebruiken bij elke ronde 1 kleur. Ja. Snap je? Ja. Ja, ik snap het. Je hebt het, ik snap het ook. Het was een beetje ingewikkeld hoe je het uitlegde. Ja, je maakt het wel een beetje moeilijker dan dat nodig was. Ja, ik je snap moet het niet! Je mag gewoon maar 1 kleur gebruiken telkens. Oh, ik weet al welke kleur ik denk ik dan ga gebruiken. Ik denk het ook dat jij dat weet. Volgens mij hebben we allemaal onze eigen kamer. Professor, wat is het eerste onderwerp? Het allereerste onderwerp is winter! Winter, oké. Okay. We moeten dus iets winter steken. Ik zet mijn canvas hierop. En ik pak mijn palet. Mijn palet. Palet, palet. Hoe zeg je het, jongens? Ik ben geen Frans. Palet! Palet! Ik kan geen palet. Okay. Nee, palet. Ik ga denk ik de kleur paars gebruiken, Giel. Nee, tuurlijk niet. Oh. Nou, ik ga denk ik de kleur... Oh, dit is een heel moeilijk onderwerp, winter. Oké, ik denk dat ik voor de allereerste schilderij de kleur blauw ga gebruiken. Ik wil een soort van zee maken met dan sneeuw aan de zijkant. Of een meer met sneeuw aan de zijkant. Alleen, ik kan niet heel goed tekenen. Dus dit wordt voor mij heel lastig. Maar kijk eens aan. Dan kunnen we zo doen. Kijk, dit lijkt wel al een beetje op ijs, zeg maar. En je moet het een beetje zien als bovenaf. En als je dus blauw gebruikt... Kijk, je kan dus verschillende tinten blauw. Zie je dat? Alleen, dit was niet de bedoeling. Laten we dit hier even allemaal weghalen. Maar nu weten jullie wel dat je dus wel verschillende tinten van blauw kan gebruiken. Anders wordt het wel heel moeilijk tekenen. Oké, ik heb al een ideetje. Wat ik ga doen, ik ga hier... Oh nee, hij moest iets lichter. Ik moet dus hier zo klikken. Dan kunnen we een beetje een lichte vorm van blauw. Kijk eens aan. Dit is een soort plasje. Dan maken we hem nu even iets kleiner. Zo, hoppakee. En dan gaan we hier nog een soort waterplasje doen. En dit moet dan allemaal sneeuw voorstellen. Alleen, we moeten wel iets meer details geven aan de sneeuw. Kijk, grijs is natuurlijk geen kleur. Dus, dat mag gewoon. Want ik heb nog steeds maar 1 kleur gebruikt. Kijk eens aan. Dan hebben we hier een soort van 2 plasjes water. En dan wil ik hier een soort van een kerstpop maken of zo. Ik bedoel, een sneeuwpop. Een kerstpop, sneeuwpop. Het is hetzelfde een beetje. En kijk, dan kun je natuurlijk ook gewoon zwart gebruiken. Want zwart is officieel geen kleur. Net zoals wit. Dus eventjes kijken. Ga ik het dan zo? En dan zo. Oké, dit is echt een hele slechte tekening. Lijkt het überhaupt op een sneeuwpop? Dit is echt triest. Ik ga hier nooit meer winnen. Oh, waarom is het ook zo'n moeilijk onderwerp gelijk? Oké, het is grappig dat nu gewoon de professor zegt, tijd is om, want wij wisten niet dat we weinig tijd hadden. En dan heeft iedereen een half afgemaakte tekening. Oké, dit kan echt niet. Ik moet snel iets anders maken eigenlijk. Oké, jongens, de tijd is op. Nee, maar... Nu al? Oh, jeetje. Ik was al lang klaar. Ik ook eigenlijk. Nog lang niet. Jongens, ik wil eigenlijk mijn tekening gewoon niet laten zien. Oké, dat is jammer. Je moet hem toch laten zien. Ja, oké. Eens even kijken. Ik neem hem aan dat ik hem onder mijn naam moet zetten. Oh, dit is zo lelijk. Oké, we hebben volgens mij allemaal onze schilderijen neergezet. Professor, bepaal jij nou welke het mooiste is? Of hoe gaan we... Wie wint er? Zeker niet. Jullie zijn degene die gaan stemmen. Oké, dan ga ik mezelf gewoon de beste punten geven, denk ik dan maar. Nee, dat is niet hoe het werkt. Ik heb daarom ook bij iedereen voor zichzelf de dingetjes weggehaald. Oh ja. Wat je gaat doen, is je gaat de sterren uit de kist naast mij pakken. Oh, en dan mogen jullie elkaar gaan beoordelen. Je mag tot 3 sterren geven aan iedereen. Oké. Nou jongens, geef mij maar allemaal 3 sterren dan. Dan heb ik de beste punten. Doe jullie dan maar gewoon lekker bij mij. Hier, kijk, paarse sneeuw van mij. Beste schilderij ooit. Nee. Nou, Giel, laten we bij mij beginnen, oké? Dan gaan we gewoon van links naar rechts. Zeg het maar, jongens. Ik geef er 2 aan jou. 2? En Noob, wat geef jij? Ik vind het wel mooi, vooral dat je alleen met blauw hebt gewerkt, maar ook met zwart. Nee, dat maar... Je maar één kleur, maar zwart is geen kleur, dat weet ik. Oké. Nou, top. Dus ik vind dat je heel goed je best gedaan en ik zie gewoon dat je er heel je passie in hebt gedaan. Dus je krijgt van mij gewoon de volle map. Yay, let's go. Kijk eens aan. Oké, jij Giel? Ik vind het een mooie schilderij, maar ik kan gewoon niet zien wat het is. Er staat sneeuw, maar wat is dat zwarte daarboven dan? Dat is een sneeuwpop. Sneeuw.
pop is wit. Okay. Ja, maar... Ja, maar ik, weet je, mijn sneeuw is ook paars. Dus weet je wat? Je krijgt van mij 2 sterren. Oké. Dat is best netjes, toch? Ja. Oké, nou, dan gaan we Giel nu beoordelen, hè? Ja, paarse sneeuw, abstracte paarse sneeuw. Echt supermooi. Wie gaat er als eerst? Laat Noob maar. Ja, Noob, jij maar als eerst. Nou, kijk, dit paarse is wel sneeuw. Ik heb nog nooit paarse sneeuw gezien, dus dit is iets wat ik nog nooit gezien heb. Nee, ik heb alleen witte en gele sneeuw ooit gezien. Ja, dus dat vind ik echt leuk. Ik wil namelijk altijd iets zien wat ik nog nooit gezien heb. Dus, Giel, jij krijgt van mij 3 sterren. Zo, dat is nice. Mick, zal ik de volgende doen? Ja, is goed. Ik ben het daar dus, absoluut niet mee eens. Dit is, je hebt gewoon een paar stippeltjes gezet, Giel. Dit is echt dit zo... Is ja, zelfs de ster hangt scheef. Zo goed vind ik het. Oh, jeetje. Giel, ja, ik ben het wel een beetje eens met de pro. Ik heb gezien hoe goed jij kan schilderen. Dit is echt ver onder jouw niveau. Ik dacht, ik probeer een keertje wat nieuws. 1 ster. Oh, wat? Oké, we gaan naar de noob toe. Oké, welkom bij mijn presentatie van mijn schilderij. Ik heb namelijk... Wat denken jullie dat dit... Brian is. Ik denk dat dit dirt is met heel veel sneeuw eromheen. Ja, in een sneeuwstorm. Want hij is helemaal alleen en bang, deze dirtblokje van de sneeuw. Dus hij zit heel veel gevoel in. Nou, Noobie, ik kan de emotie echt perfect voelen. Dit is prachtig. Ik weet Hij heeft 1 puntje neergezet en ik 100 en hij krijgt me wat? Ik geef toch echt maar 1 ster. Dit is gewoon gewoon bruine punt op wit. Ja, maar dit is kunst, Mick. Dit is kunst. Nou, dat vind ik van niet. Nou, ik zal ook eens even een beoordeling doen. Ja, een beetje. 1 stipje maar. 1 stipje, 1 sterretje. Oké, pro, jij bent. Okay, jij hebt een sneeuwpop. Ik heb een sneeuwpop en daarbij wil ik even zeggen... Ik ben zelfs zodanig binnen in de challenge gebleven... Ik heb helemaal geen kleur gebruikt. Wow. Ja, dus dat is eigenlijk niet goed. Nee, dat is niet goed. 1 ster. Je mocht... Nee. Kom op, hoezo maar 1 ster? Nee! Ja, je moest toch... Weet jullie, ik heb ooit een liedje gemaakt... En daar doet dit schilderij mij heel erg aan denken. Dus pro, jij krijgt van mij 3 sterren! Oh, dankjewel, Noobie, dankjewel. Okay. Ja, dit waren niet de regels, pro. Je had op zijn minst 1 kleur moeten gebruiken. Nou, kom op, zeg. Dit is gewoon een zwart-wit schilderij. Ja, dat is toch mooi? Nee, dat is toch je challenge, toch, professor? Nou, theoretisch gezien heeft Mick wel gelijk, ja. Oké, dan. Eens even kijken wie dan heeft gewonnen. Ik heb in totaal 7 sterren. Giel heeft in totaal 5 sterren. Hoe? En 5 en 5. Dus ik heb gewonnen! Oh. Mick heeft de eerste ronde gewonnen. Dus hij krijgt 1 punt. En dat betekent deze emeraldblok bovenop het geel. Oké. Jongens, ik neem mijn sterretjes weer mee. Zo, hoppakee. En dan gaan we denk ik door naar de volgende, of niet? Ja, we gaan door naar de volgende ronde. En de volgende ronde gaat zijn... Liefde! Liefde! Oké, ik weet wel welke kleur ik ga gebruiken. Ik ook, paars. Ik ga de kleur rood gebruiken. Ik ga de kleur rood ook gebruiken. Nee, dat was mijn... Oké, je mag wel dezelfde Dat is toch kleuren. Het meest logische? Ja, dat klopt. Iemand heeft trouwens ook een ster van mij gestolen. Ik heb gewoon 16 sterren. Mijn sterren allemaal gestolen, maar niet lief. Eens even kijken, jongens. Ik ga natuurlijk een hartje maken, want daar denk je aan als je aan liefde denkt, toch? Laat ik eerst even dit helemaal zo mooi rood maken. Dat wordt mijn achtergrond. Zo, wiep. Hoppakee. Eigenlijk is het ook wel een beetje, hoe moet je dat zeggen, een inkoppertje om een hartje te maken. Maar boeien, ik kan niet tekenen, dus ik doe dat maar dan. Een hartje is nog best makkelijk, denk ik dat tenminste. Eens even kijken, laten we dan even kijken. Als ik een beetje roze gebruik en ik doe dat zo erop, dat is natuurlijk een tint van rood. Dus die kan je gewoon gebruiken. Dit is wel een beetje lelijk. Oeps, laat ik dan nu zo doen. Oh, dat kan niet. Oh, wacht, dan moeten we zo doen. Hoppakee. Een hartje maken is nog best wel moeilijk. Aangezien het best wel een lastige vorm is. Maar het moet helemaal goed komen, denk ik. Even kijken. Dan doen we zo. En dan doen we hier ook zo. We moeten gewoon heel precies blijven klikken. En op die manier kunnen we denk ik wel een hartje maken. Kijk eens aan. Dan doen we nog een beetje zo. Dan doen we dat hier ook aan deze kant. Even zo. 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 En dan zo. Oh, moeten we hier eigenlijk naar beneden. En dan moet ik dat eigenlijk hier ook doen. Oké, wacht. Maken we dit weer even rood. Ja. En dan maken we dit weer zo op deze manier. En boom.
Oké, dat is heel erg jammer, dat midden. Hoe ga ik dit fixen? Laat ik dit weer even rood maken. Dat is een soort gum nu. Misschien is dit al goed. We zouden hier misschien nog wat details kunnen gooien, zo. Kijk, dat het wat meer één geheel is. En ik zou het hartje misschien nog kunnen inkleuren. Ik zou eigenlijk de kleur geel willen gebruiken. Zo van, de liefde zit in geel. Want ja, geel is eigenlijk wel mijn favoriete kleur. Maar ja, ik mag maar één kleur gebruiken. En als ik nu geel ga gebruiken, dan ben ik sowieso gedisqualificeerd. Ik heb misschien wel een idee. Oh, ik heb een idee. Ik kan een pijl door het hartje nog maken. Alleen, dat wordt best wel lastig. Ik denk dat ik de kleur grijs daarvoor ga gebruiken. Even kijken. Gaat dit het juist verpesten? Ja, dit gaat het juist verpesten. Oh nee. Ik moet dit snel fixen. Hoe ga ik dit nou fixen? Oh, die pijl had ik niet moeten doen. Ik moest het gewoon lekker simpel houden. Ik kan namelijk niet zo goed tekenen. En dan moet je het gewoon lekker simpel houden. Want anders wordt het gewoon veel lelijker. Ik kan nog proberen om even snel het hartje wat mooier te maken. Oké, kom op. Oké. Zo, dan is het hartje. En de tijd is om. Oh, ik ben eigenlijk nog lang niet klaar. Ik ben ook echt nog lang niet klaar, Mick. Ik ben wel al lang klaar. Oké, nou jongens, we weten hoe het werkt. We moeten gewoon onze schilderij erop zetten. Je moet wel je oude schilderij eraf halen, jongens. Kom, stoppen. Hé! Hey! Ja. De professor zei dat de tijd om is. Ik ben nog een naam aan het verzinnen. Nou, oh, Giel. Oh, ik heb helemaal geen naam verzonnen. Je moet wel je eigen schilderij even eraf halen. Dit is mijn nieuwe. Ja. Ik vind hem nog aardig gelukt. Oké. Giel, je hebt niet trouwens al één ster. Jeetje, haal ze sterren. Hoezo niet? Oh, oeps. Ik heb die niet. Noep, sorry. Noep. Oké, onze schilderij is eraf. Jullie mogen beginnen bij mij, want ik ben helemaal links. En je gaat al van links naar rechts, dus hey. Oké, nou even ik kijken. Heb een hartje, want dat is liefde. Dat is inderdaad een hartje. Het is wel heel moeilijk te zien, Mick. Hoezo is dit moeilijk te zien? Het is echt helemaal... Ja, het is alsof het echt helemaal bedekt is. Luister niet naar hem, jongens. Hij weet, hij heeft geen verstand. En wat is die rare streep? Dat was een poging tot een pijl, maar dat mislukte. Beoordeel het maar gewoon met 3 sterren weer. Hey, je krijgt er maar 1. No. Wat is dit nou weer? Ja, sorry. Ik vind hem wel mooi, want dit lijkt wel een beetje op de hartjes die ik heb. Zeg maar links in mijn beeldscherm. Als ik dan geraakt word door een zombie, dan gaan de hartjes weg. Maar als ik dan gegeten heb, dan komen de hartjes bij. Dus ik hou van eten. Dus jij krijgt van mij 3 sterren. Yay, let's go. Oké, nice. Ik vind het een mooi hartje, Mick. Ik vind hem mooi. Alleen al mooier gekund. Dus 2 sterren. Oké, dankjewel, Giel. Oké, Giel, heb jij lippen gemaakt? Ik heb lippen gemaakt, want een kusje geef je aan iemand als je van de liefde houdt. Dus daarom, met een hartje erbij. Het nog even, weet je wel, te benadrukken. Heel goed. Blijf zo doorgaan, mensen. Blijf zo doorgaan. Nou, van mij kreeg je er 2. Oh, dankjewel, bro. Dankjewel. Wat gul. Dank je. Ja, ik weet niet echt nog wat ik hiervan moet vinden, Giel. Het is toch een origineel idee? Ja, op zich wel, maar ik ga je toch 1 ster geven. Eentje? Ja, het spijt me. Jongen. Oké, jongens. Weten jullie waar ik heel veel van hou? En waar ik heel veel liefde voor heb? Ik denk dirt. Dirt? Ja! Dirt? En weet je waar ik dan iets van gemaakt heb? Ik denk dirt. Ja! Oh, dat is sterretje. Nee, ik geef hem terug. Ik wil die... Nou, ik denk dat Noob zijn liefde voor dirt groter is dan wat dan ook. Dus ik vind het een heel gepast schilderij. Ja! Met 3 sterren. Je hebt echt geen smaak in kunst. Nee, 1 ster. Kom op, dit is weer gewoon een vierkant. Net als de eerste ronde. Ja, heel eerlijk, Noob. Noob, als je... Dit is zomaar een vierkant. Noob, als je nou gewoon... Kijk, dirt heeft ook van die details. Die had je erop kunnen tekenen. Echt waar? Maar dit is abstract. Ik ga je ook maar 1 ster geven. Sorry, Noob. Oh, nee. Misschien moet ik toch dan beter mijn best doen. Misschien een keer iets anders tekenen dan een ruim vierkantje. Ik was met die van mij niet super ver gekomen. Maar, dus je kan het ook zo zien. Van, oké, je hebt net gevochten. En je hebt zoveel liefde voor jezelf. Dat je nog steeds 1 hartje overhoudt en niet doodgaat. Oké, ik vind hem wel oké. 2 sterren. Oké. Ik vind hem ook wel oké. Dus je krijgt van mij ook 2 sterren. Ja. Oké, 2 sterren. Helemaal goed. Ik vind het ook. Oh, kijk, dit is zo goed. Ik denk dat jij liefde nodig hebt omdat je zo weinig leven hebt. Heb je liefde nodig, dus jij krijgt 3 sterren. Oh, dankjewel, Noobie. Zo te zien heeft de pro gewonnen, professor. Hey. Oké, nou dat is top. Dan krijgt de pro ook een punt. Kijk eens aan, dan staan de pro en Mick gelijk. Oh, het wordt nog spannend, Mick. Oh, het wordt echt heel spannend. Oké, en dan is het tijd voor de laatste ronde, jongens. En dat is... Maak een dier. Een dier. Oké. Dat vind ik ook moeilijk. Oké, ik weet wat ik ga maken. Ik ga natuurlijk nu wel de kleur geel gebruiken. Want ja, die kleur heb ik nog niet gebruikt. En dat is mijn favoriete kleur. Ik ga namelijk een bij maken. Want ja, dat is toch wel het dier waar je aan denkt als je aan de kleur geel denkt. Dus wat gaan we doen? We pakken de kleur geel. En laten we dit even helemaal gaan inkleuren. En dit doe ik met een bepaalde tint geel.
Alleen, oh, als ik er nu één keer overheen ga, dan ziet het er best wel gek uit. Maakt niet uit. Kijk eens aan, dan hebben we een mooie achtergrond. Dit wordt de achtergrond van de schilderij. Oh, hier nog even een beetje. Oh nee, nu wordt dat heel erg gelig. Maakt niet uit, we gaan een bij tekenen. En ik ga gewoon alleen het hoofd maken. En die moet dus wel volledig geel worden. Dus zo. En dan zo. En dan weer omhoog. En dan weer zo. Oh nee, mijn vierkant is niet perfect. Wacht. Up. Ja, kijk eens aan. Oké, als we dan de allerkleinste kwastje hier gebruiken, dan kunnen we letterlijk deze pixels even invullen. Dan wordt het een perfect vierkant. En dan kunnen we dit ook eventjes mooi invullen. En oh nee, ik heb hier per ongeluk een geel stipje gezet. Wacht, dat kan ik fixen. Oké, dan doe ik zo. En dan pak ik weer geel erbij. En dan doe ik zo. Hoppakee. Het lijkt nu wel een beetje op een zon. Maar het wordt dus een bij. Oké, wat we dus dan doen. We maken dit zo deze kleur. Even kijken. Ik moet het wel goed doen. Best moeilijk hoor. Kijk, dan doen we zo. 1, 2, 3, 4, 5. Oh jee, ik heb dit al fout gedaan. 1, 2, 3, 4. Het had hier gemoeten. Oké. En dan moet dit geel weer. Oh, en nu is het opeens een andere kleur geel. Waarom is het opeens een andere kleur geel? Oh, omdat ik deze niet had gebruikt. Zo, kijk eens aan. Top. Oké, en dan moeten we hier aan de zijkant zo doen. En dan zo op deze manier. En dat doen we dan aan de andere kant. Oh, kijk eens aan. Boom, boom, boom. En als ik dan nu dit zo weer zo doe. Kijk, dan krijg je een gezicht van een bij. Alleen deze is echt super lelijk. Deze is echt niet goed gelukt. Misschien moet ik gewoon iets meer tinten doen. Even kijken als ik nu zo doe. Oh nee, dat is wel heel wittig. Oké, zo. Nee. Oh, dit is veel te groot. Als ik zo doe, lijkt het een beetje op een bij. Misschien moet ik hem ook vleugels geven trouwens. Dat is wel slim. Ik kan hem wel iets van witte vleugeltjes geven. Zo. En dan zo. En dan kan ik hier ook nog iets van een zonnebloemetje maken. Kijk eens aan. Kijk eens. Zo. Hoppakee. Dan maken we hier nog een zonnebloem. Zo, kijk, dit is super vet. Oké, dit gaan we nog wel even helemaal geel maken, want ik vind dit een beetje gekker uitzien. Kijk, zo, hoppakee. Ja, je moet het wel een beetje erin zien dat het een bij is. Kijk, het probleem is, een bij heeft geen neus, dus daarom ziet het er misschien ook een beetje gek uit. Misschien moet ik zijn ogen gewoon iets groter maken. Misschien werkt dat. Ik ga het gewoon proberen. We hebben nog tijd. De professor heeft nog niks gezet. Dus we gaan het gewoon proberen. Kijk eens aan. Zo heeft hij iets grotere ogen. Voor mijn gevoel ziet er dit nu al beter uit. Dan doen we weer even dit zo. Zodat het een beetje kleur heeft zijn ogen. En op zich lijkt dit wel op een bij, toch? Misschien kunnen we nog van die sprietjes maken. Die ze altijd op hun hoofd hebben. Dit doet veel. Oké, top. Ja, oké. Ik denk dat ik het bijna niet beter kan dan dit. We zouden nog een zon kunnen maken hierboven. Kijk eens aan. En dan doen we een beetje zo van die zonnesprietjes, zodat het wel een beetje op een zon lijkt. Zo, en ik kan hier nog zo'n plantje maken. We zijn ook een beetje klaar. Dan doen we hier zo. En dan kunnen we misschien hier nog jongens, wat details. Oké, jongens, de tijd is om. Gooien. Kwasten neer. Ja, kom eraan. Oké. Ja. Ik ben al helemaal klaar. Zo, hoppakee. Kijk eens aan. Hopsa. Jongens, stoppen nu. Ja, ik ben klaar. Jij ook. Ja. Hoppakee. Oké. Nou, we beginnen bij mij weer. Jullie zien wel wat ik gemaakt heb, toch? Haha, wat heb jij nou weer bij? Bij? Ja, een bij, precies, ja. Ja, met de kleur geel. Okay. Wow, van geelstad. Ja, van geelstad, precies. Ik vind dat je de tinten die je hebt gebruikt, vind ik heel leuk gelukt. Het lijkt alsof er heel veel kleur is gebruikt, maar er is maar één kleur gebruikt. Ja, precies. Dankjewel. Ja. Wat? Hij is goed. Oh, wat? Wat prijs! Oké, nou, dan kan nog alleen iemand gelijk bij mij spelen. Dat is wel ziek. Giel, heb jij een schaap gemaakt? Ja, dat zie je goed. Alleen, het zag er beter uit bij meerdere kleuren, maar dat kon helaas niet. Ik dacht oprecht dat het een koe was. Het is een schaap. Het is een schaap. Mick heeft het goed. Mick heeft het verstand van de kunst. Ik geef je 2 sterren hiervoor. 2 maar? Voor mij krijg je er 1. Ik vind honden heel leuk, dus jij krijgt ook 3 sterren. Dankjewel. Het is vanaf nu een hond. Nergens op. Wajo, noob! Is dit een dirtblokje? Dit is een dirtblokje. Nee, dat mocht ik niet tekenen. Dus ik heb dit getekend. Jij denkt... Opa. Noob, maar wat weet is... Weet jullie wat het is? Nee. Het is een kikker. Een kikker. Kwak. Ik dacht oprecht een octopus. Een poctopus? Dat weet ik niet wat het is. Ik dacht een groene octopus, maar... Je krijgt er van mij 2. Noob, je krijgt van mij wel 3 sterren. Omdat jij ook altijd 3 sterren geeft. Oh,
Ja, okay. Dankjewel. Pro, oké, dit is wel heel ziek hoor. Heb jij op Blokkopedia gekeken of zo? Blokkopedia, wat is dat dan weer? Ja, dat is die site waar je plaatjes vandaan kan tekenen. Oh, dat weet jij wel heel goed, Giel. Wow, wat heb jij dan? Nee, ik heb hem niet gebruikt, dat zie je wel. Nee. Dat kun je inderdaad wel zien. Ik hou van honden, zei ik al, dus. Het is wel heel erg vet. Ja, het enige wat er mis is de achtergrond. Maar ik geef je 3 sterren, omdat het dan... Ja, maar dan kun je toch geen andere kleur meer? Of ja, een grijze had in principe gekund. Ja, ik had inderdaad grijs zat... Ja, maar ja, grijs. Nou, in ieder geval, Giel, jij bepaalt. Wie wint? Oké, 1. Oh. 2. Oh, oh. Oh, kom op, Giel. Kom op, Giel. Gelijk spel. Wow, what? Wat gebeurt er nu dan? Nou, ik heb hier aan gedacht, jongens. Dus maak je niet druk. Want de prijs is normaal 5 diamonds. Maar omdat de Mick en Pro allebei hebben gewonnen, geef ik er 6. Waardoor jullie allebei 3 diamonds krijgen. Oh, nice. Oké. Okay. Ah, hey, high five. High five. Auw. Oh, auw. Oh. Nou, geef die diamonds. Kom op. En ik heb het alleen niet zo goed geplaatst. Maar je snapt het idee. Ja, dit is wel een beetje raar geplaatst, deze punten. 3 diamonds voor jou, alsjeblieft. Diamonds. Oh, oké. Okay. Dankjewel. Eerst Mick. Pro. Oh, ja, dankjewel. Nee, oké. En nu jij, Mick, alsjeblieft. 3 diamonds. Dankjewel. Oké, kan je nu dit allemaal opruimen, professor? Ja, ik ga dit allemaal opruimen. Ga maar even weg, dan zorg ik dat het allemaal gedaan is. Nou, ik ga weer naar bed. Doei, jongens. Ja, gefeliciteerd, jongens. Vond je dit nou een leuke video? Dan vind je dit ook een leuke video. Dit is namelijk de survival van gisteren, maar die staat op Giel's kanaal. Dus misschien heb je hem nog niet gezien. Klik erop als je hem wilt zien. Abonneer ook op mijn kanaal en dan zeg ik Mick out.